Welkom terug bij Ondernemers Lounge op RTL Z, nog altijd vanuit het koetshuis van kasteel Hoekelum te Bennekom, ooit in het bezit van de adellijke familie van Wassenaar. Ja, of hij van adel is, dat weet ik niet, maar hij is evengoed meer dan welkom. Martin Kooijman van Winsys IT Solutions, je hebt vandaag weer een bijzonder onderwerp en je hebt daar nog niet al te veel van tevoren over gezegd tegen mij, behalve dan dat je eigenlijk in staat bent om voor de ondernemer de best of both worlds te creëren. Organisaties die koninklijk zijn, 100 jaar bestaan of meer, dat zegt tegenwoordig niet zo heel veel meer. Waarom? Die zijn gespecialiseerd op een bepaald punt. En als je niet in de breedte gaat organiseren in je eigen organisatie of bijvoorbeeld een overname doet die ervoor zorgt dat je de slagkracht aan kunt, dan beheer je de keten op een gegeven moment niet meer. En dan raak je zelfs op dat moment de touch kwijt, zeg maar, met je uiteindelijke klant. De keten beheren is waar het over gaat. Dus dat is een beetje je cri de cœur, hè? Ja. Uiteindelijk de keten helemaal beheren, want anders ben je zelf geketend. Om het dan word je eigenlijk overgenomen, heel eerlijk. Hè? Want als je specialist bent, is het ook denk ik soms terecht dat je wordt overgenomen. En daar weer word je in een keurslijf gezet waar je misschien soms wel prettig voelt. Ja, ik niet als ondernemer en mijn organisatie is daar ook helemaal niet voor bedoeld. Wij doen zelf natuurlijk wel de overnames, zorgen er zelf voor dat specialisatie aan boord is. Op de achtergrond wordt er veel meer gedaan, maar niet altijd maar zelf de techniek uitvinden. Dus mijn organisatie moet zich juist toespitsen op die hele keteninfrastructuur. Van A tot Z, misschien wel voorbij Z. Ja, voorbij zet letterlijk, want het betekent ook dat je in de cloud ergens aan de andere kant van de wereld een koppeling moet kunnen genereren die met je bedrijfsnetwerk moet kunnen werken. Maar binnen zet, om maar even te zeggen, moet je ook snel en makkelijk toegang hebben tot je eigen database die bijvoorbeeld gehost wordt door onszelf. Ja, precies, want je moet natuurlijk een veilige directe toegang hebben tot je infrastructuur. Ja, tot je eigen infrastructuur. Precies, maar je moet tegelijkertijd ook kunnen werken met, hoe zullen we het zeggen, de dashboards die ontwikkeld zijn door anderen. Alles moet samenkomen. Ja, heb je een e-commerce organisatie, of beter gezegd, het werd net al genoemd door de vorige spreker, dan zou je ervoor moeten zorgen dat dat wereldwijd schaalbaar opgezet kan worden. Maar aan de andere kant wil je ook direct bij je eigen database infrastructuur kunnen komen. Dat is een logische behoefte, want de financiële gegevens moeten goed uitgelezen kunnen worden, direct vertaald kunnen worden, geanalyseerd kunnen worden. Het klinkt allemaal een beetje technisch, maar ik weet zeker dat er kijkers zijn die precies begrijpen wat ik bedoel. Die willen dus hun eigen infrastructuur kunnen beheren en organiseren, maar die willen aan de andere kant die slagkracht kunnen organiseren middels de cloud op die manier. Nou, Winsys beheert die keten. Ja, Winsys beheert de keten. Nou, die hebben we opgeslagen in de bovenkamer. En daarbij is het dus zo, je moet niet alles zelf willen kunnen. Je moet ook bouwen kunnen op delegeren. Je partner, delegeren, uitbesteden. En je bent een ondernemer puur sang. Dat mag ook een keer gezegd worden. Nou, jullie werken met hoeveel mensen? Ja, in de breedte iets meer dan 60 mensen in de Benelux. Maar daarbuiten natuurlijk ook nog, hè, wat we net al zeggen. We partneren heel veel. Ja. Gelukkig maar, want ik kan ook niet alles zelf. Nee. Ik voel me ondernemer. En dat als iemand mij aanspreekt op mijn vakgebied, dan ga ik aan. Dat is op zich niet zo raar, denk ik. En ik hoop dat nog jarenlang te mogen blijven doen. En je bent nog jarenlang welkom in de show om iedere keer jouw passie dan weer met ons en met de achterban van kijkers te delen. Wilt u meer weten over Winsys IT Solutions? Wilt u een keer met Martin Kooijman een mooie kop koffie, al dan niet van Den Leeuw, drinken? Dan kan dat zeker en dan gaat u gewoon het gesprek aan. Dat gaat makkelijk. Dan gaat u even naar de website die in beeld staat en dan komt u bij Martin terecht. Martin, ik zet het kopje nog even weg, want anders kan ik niet zo goed klappen. En dat ga ik toch voor je doen. Dus dankjewel. Dankjewel.